Wat is uw rol precies in het Tweede Wereldoorlogcafé? Een beetje olie tussen de raderen. Mensen komen met hun verhalen naar het café toe. Vervolgens, als het interessant blijkt, de mensen van het Historisch Centrum Overijssel, die screenen dat. Komen ze bij ons aan tafel, de presentatietafel waar we het verhaal registreren, opnemen voor radio, televisie, met camera in ieder geval. En het is mijn zaak om het gesprek een beetje op gang te houden, op gang te krijgen. Een beetje door te vragen naar welk gevoel de mensen erbij hebben. Mevrouw, wat heeft u hier? Ik heb hier een beeldverhaal en dat heet Houzadel. En dat gaat over dat er helemaal geen brandstof meer was en dat alles werd gebruikt om in de kachel te doen. Hoe komt u hier aan? Dit is van mijn ouders. Van mijn moeder had dat allemaal. Mijn moeder deed ook wat in het ondergrondse. Zij bezorgde ook blaadjes rond en zo. We hadden ook onderduikers onder de vloer. Ja, ik was klein. Ik ben van 40. Dus, en dan zat ze boven het gat. Had ze de naaimachine staan. En daar ging ze, als gauw er wat was, dan ging ze achter de naaimachine. Want het huis naast ons was gevorderd. Het was wel heel gevaarlijk natuurlijk met die onderduikers. En de Duitsers ernaast. Welke waarde heeft het boekje voor u? Nou, mijn moeder zei altijd, doe er maar mee wat je wil. Ik heb het altijd bewaard. En nou denk ik, ach, mijn dochter die heeft ook niet zoveel interesse daarvoor. En jullie wel. En nu bent u naar het Wereldoorlog 2 café gekomen om dat te laten... Om het af te geven. Dus ik heb het, ik laat het hier. Wat is u tot nu toe opgevallen? Dat de animo groot is, dat mensen veel verhalen te vertellen hebben. Dat ze op zolder, in kasten, nachtkastjes zelfs, dat daar hele bijzondere objecten nog staan waar mensen mee naar het café komen. Dat de verhalen over die Tweede Wereldoorlog eigenlijk onuitputtelijk zijn. En dat het een goede zaak is dat we nu nog deze ronde door de provincie maken om deze verhalen waar mensen nu mee komen, om die nog te registreren. Wat heeft u meegenomen? Ik heb deze karbidlamp meegenomen. En daarom, die is gebruikt bij wapendroppings in Volte, 17,5 kilometer verderop langs kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van het Zeegraven. Hoe komt u eraan? Die is van de boerderij van mijn vader. Mijn vader zat daar in het verzet bij de ondergrondse en die was daarbij betrokken. En deze lamp die werd gebruikt om de Engelse wapendroppingspiloten het droppingsveld te laten te markeren, zodat ze konden zien waar ze moesten droppen. En dat moest niet misgaan, want een kilometer verderop stond Huizen Zingraven en dat zat vol met Duitse officieren van het leger. Maar goed, deze lamp die is aan de zijkant, heeft hij ook lichtjes, maar die is zwart en donker gemaakt, zodat hij dus niet opzij scheen, maar alleen naar boven kon schijnen. Welke waarde heeft het voor u? Een goede herinnering aan mijn vader die inmiddels al jaren geleden overleden is. En daarom koester ik dat. Wilt u vertellen wat u bij zich heeft? Dit is een boekwerk wat in 1984 door meneer Westenberger aangeboden is omdat zijn kinderen niet geïnteresseerd waren. Ja? Dat wilde hij veilen. En dat is dus aangeboden in een veiling in Oldenzaal. Ja. Daar had hij gezegd, en omdat wij enorm geïnteresseerd zijn in het oorlogsgebeuren, gezien onze leeftijd van mijn vrouw en mij, komend uit Drenthe, waar we daar met de historische vereniging Zuidoost-Drenthe zeer intensieve contacten hebben, ja, bleek dus op een goed moment dat alhoewel wij nu vanaf 57 Almeloers zijn, dat dit boekwerk alleen over Overijssel ging. En die meneer die heeft daar dus op een goed moment een vraag gesteld. Ik wil dat voor €1200 wil ik dat over. Ik leg even opzettelijk deze pagina open. We zaten daar aan tafel. Hij en zijn vrouw en mijn vrouw en ik. En hij bladerde en toen had hij die pagina van die Joden. Toen zegt die man, scheurt hij die pagina er maar uit voor €500. Nee, geen sprake van, dit is een compleet werk
585 bladzijden met 1500 stukken uitgebreid. Je kunt niet zo gek bedenken, geen sprake van. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan wordt er niet geboden. Dat was een hele verkeerde veiling. Hij gaat dus met zijn vrouw naar Almelo. Wat doen mijn vrouw en ik? Wij gaan ook naar Almelo. En we gaan dus om 12:30 s'nachts komen we bij zijn huis. En het licht brandt nog. We drukken op de bel, we worden binnengelaten. En hij krijgt dus in de gaten dat wij geen handelaren zijn, maar echt super geïnteresseerd zijn om dit als een eenheid te kunnen behouden.